Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ik ga vandaag voor jullie een algemene boodschap doen van aartsengel Michael. Ik moest echt van aartsengel Michael en dus ik heb de engelen erbij gezet. Bedankt voor alle positieve reacties die ik heb gehad. De mensen die een reading hebben aangevraagd. En heel lief erop reageren. Bedankt voor alle steun en liefde die jullie mij sturen. En bedankt dat jullie lid zijn en ook mijn video's hebben gedeeld op andere kanalen. Dus dank jullie wel. En in ieder geval, laten we beginnen. Ik moest ook de kaart echt gaan lezen, dus de bovenste drie. Dus dat ga ik ook doen, want er staat heel veel mooie dingen in het boekje. Laten we beginnen bij de eerste kaart. Ga door. Zonder enig angst. En er staat dus, deze kaart is een teken dat je op de juiste weg bent. En dat het veilig is om door te gaan met alles wat je van plan bent. Zolang je jezelf aan de intenties houdt die gericht zijn op je hart en wens, zullen je stappen automatisch in harmonie zijn met de juiste richting. Het is op dit moment belangrijk voor je dat je actie onderneemt. Het maakt niet uit hoe klein of schijnbaar inconsequent, om het gewenste resultaat te boeken. Vraag aartsengel Michael om advies door te zeggen, laat me alsjeblieft de volgende stap zien. En hij zal je te hulp komen. Intussen zal hij je ook beschermen en ondersteunen om door deze belangrijke verandering in je leven heen te komen. Mogelijke specifieke betekenis, je wordt geholpen bij deze verandering in je leven. Ga weg uit een ongezonde situatie. Het is de juiste tijd om met een nieuwe onderneming of een ander bedrijf te beginnen. Stap deze relatie binnen met een open hart en geest. Dit is de juiste keuze voor je. Dank je wel dat je met elke stap die ik doe, meeloop en mijn hand vasthoudt. Mij vertrouwen en moed geeft en mijn gedachten en mijn acties leidt in de richting van de liefde en mijn werkelijke levensdoel. Dus de aartsengel Michael gaat je helpen. Ga door zonder angst. Ja, jouw persoonlijke situatie wordt opgelost. Dus er komt een oplossing voor jouw persoonlijke situatie. Misschien ben je toevallig kreeft. Vertrouwen op dat jouw persoonlijke situatie wordt opgelost. Ga door zonder angst dus. Naar je nieuwe levensdoel. Misschien nieuw werk. Je kunt van niets iets maken, zo ontstaat magie. Dan hebben we deze. Oh. Je wordt getest. Durf te gaan staan voor jouw waarde. Ja, misschien moet je echt voor jezelf gaan opkomen in de situatie. Echt laten zien van, dit ben ik, hoezo denk ik erover. Ik volg mijn eigen waardes en oude patronen laat ik los en durf ik ook los te laten. Ja, je wordt getest hierin. Durf je dat ook? Durf je dat te doen? Eén staat natuurlijk ook voor een nieuw begin. Durf jij het nieuwe begin aan te gaan? En dan hebben we deze van aartsengel Michael. Vertrouw jezelf toe aan de hulp van God en de engelen. Ja, ik doe een stapje opzij. Laat de goddelijke wonderen door alles en iedereen die erbij betrokken is heen schijnen. En die ga ik ook even lezen. Even zoeken. Er staat, je bent een sterk en onafhankelijk persoon, maar er zijn toch tijden waar iedereen wel eens een beetje hulp kan gebruiken. En voor jou is de tijd nu aangebroken. Deze kaart geeft je het advies om de situatie volledig over te laten aan God en de engelen. Als je probeert dit in je eentje op te lossen, belast jezelf met onnodig zorgen, die je ook blokkeren in het ervaren van de op handen zijnde oplossing. Ja, er komt een oplossing. Wanneer je andere mensen toestaat je te helpen en te ondersteunen, ontmoet je de kracht in je ware zelf. Mogelijke specifieke betekenissen, huur hulptroepen in. Laat andere mensen je behulpzaam zijn als ze het aanbieden. Vraag je vrienden, familie om hulp. Zoek een adviseur.
met wie je vrijuit kunt praten over je gevoelens, om deze op een rijtje te zetten. Dus ja, vertrouw de hulp, hè. Je hoeft soms alleen maar een stapje terug te doen. En dan komt die oplossing. Maar wel doorgaan zonder angst. Ja, je emoties die lopen op. De supermaan. Het is een moeilijke, een hevige, heftige tijd misschien voor jou. Maar ze zeggen van, we staan achter jou. Ga door zonder angst. Er komt een oplossing. Ook al krijg je wat je soms getest. Van, ga je zelf goed voor je eigen opkomen. En je kan het allemaal zelf manifesteren. Soms is het tijd om te rusten en even niets te doen. Ja, misschien zit je wel in een rusttijd. Het is hard nodig waarschijnlijk om te rusten. Dus geniet daarvan en ja, kom echt tot rust. 5 is ook verandering. Komt er verandering? Komt een oplossing? Ja, en dit is een kaart 52. Ga meer plezier maken en breng humor terug in je leven. Ja, misschien ben je niet meer zo blij. Kan je niet meer lachen. Ja, ben je humor misschien verloren. Door al die emoties die oplopen. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Zoek een beetje afleiding ook, hè, in deze situatie. Schenk aandacht aan je dromen. Waarschijnlijk krijg je heel veel dromen. En ja, dus ja, je komt waarschijnlijk uit een emotionele tijd, of je zit in een emotionele tijd. En de dromen die je krijgt, die geven je inzicht en advies op spiritueel niveau. Misschien heb je een slaaptekort in deze tijd, omdat je emoties zo hoog oplopen. Ja, je bent ook goed genoeg, volle maan in maart. Maar ik zal even deze lezen. Schenk aandacht aan je dromen. Ik moet het even doen. Meer verduidelijking op deze kaart. Aartsengel Michael heeft je in de tijden dat je droomt geholpen je oude angsten los te laten en nieuw geluk en vrede te ondervinden. Hij heeft je tijdens slaap lessen gegeven die het antwoord zijn op je gebeden en waarbij je een nieuwe basis voor je levensdoel hebt gekregen. Hoewel je deze droom misschien niet herinnert, huist de informatie in het onderbewustzijn en is op vele manieren behulpzaam. Je hebt tot veel van Michael's adviezen toegang door een dromendagboek bij te houden. Het maakt niet uit wat voor boekje, als het maar notitieboekjes, die kan je naast je bed leggen. Dus je kan dingen opschrijven of bepaalde dromen die je hebt gehad. En ja, dat dromen kunnen heel veel betekenis hebben. Hè? Mogelijke specifieke betekenissen, steeds terugkerende dromen bevatten een boodschap voor je. Respecteer je harte wens en handel hier ook naar. Consulteer een droomtherapeut of een boek over dromen. Zorg dat je genoeg slaap krijgt en ga nuchter slapen, want chemische middelen beïnvloeden je remslaap. Dus ja, je bent misschien moe van al die emoties en je krijgt heel veel dingen door tijdens de dromen. Ook al weet je het niet, maar je onderbewustheid zijn die je, ja, dus eigenlijk komt het later dan weer naar boven. Denk je, dan ga je toch bepaalde handelingen doen, omdat het in je onderbewustzijn is. Ja, je voelt je misschien niet goed genoeg, maar je bent goed genoeg. Vertrouw erop. Je bent altijd goed genoeg. Je kan pas je wonden helen als je naar kijkt. Ja. Misschien zijn er nog wat oude wonden en die geheeld mogen worden. Kan uit de kindertijd zijn. En je voorouders lopen met je mee en waken over jou. Dus je bent niet alleen. Dus uit de geesteswereld kunnen je voor ouders je helpen. Misschien ook wel ouders, hè? Dus je bent niet alleen. Ook je gidsen helpen je. Aartsengel Michael wil je helpen. Je kan hem altijd aanroepen. Maar weet dat de oplossingen eraan komen. Ook al zijn de emoties zo hoog op het ogenblik. En
Dus en je bent goed genoeg. Vertrouw erop dat je goed genoeg bent. Ook al komen de testen op je pad. Hè? En worden oude wonden opengereten. Maar dat kan je weer helen. En dat wordt geheeld. De engelen helpen daar ook daarbij. En je kan dingen manifesteren. En er wordt echt voor je gezorgd. Vertrouw op. Ga gewoon door. Zonder je bang te maken. En geef het alles over aan het universum. Dus surrender noemen ze dat. Hè? Van ja, God, ik leg het in uw handen. Ik kan het misschien zelf niet meer. Ik laat het maar lopen zoals het moet lopen. Ik ga mee met de flow. En dan komt het goed. Hè? Dus jij bent het ook echt waard om al het goede te ontvangen. Het mooie in het leven. Goed, het was mijn reading. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval like me en tot de volgende keer. Doei!